Welkom in de wereld van de genetische mutaties. Heb je je ooit afgevraagd hoe een fout in ons DNA, een mutatie, kan leiden tot ziektes zoals kanker, mucoviscidose of het syndroom van Down? In deze video duiken we dieper in de wereld van de chromosoommutaties en ontdekken we hoe dat hier veranderingen in zo'n chromosoom effecten kunnen hebben op onze gezondheid en onze eigenschappen en zelfs evolutie van de soort kan kunnen gaan beïnvloeden. Wat zijn chromosomen? Chromosomen zijn structuren in de celkern die DNA bevatten. Het genetisch materiaal dat instructies geeft voor het functioneren van een cel. Mensen hebben er 46, mooi geordend in 23 chromosomenparen. Maar soms treden er fouten op tijdens de celdeling. Die fouten die kunnen leiden tot fouten binnen één of enkele van deze chromosomen. En dan spreken we natuurlijk over chromosoommutaties. En omdat er bij chromosoommutaties meestal meer dan één gen betrokken is, zullen er ook meerdere eiwitten afwijkingen vertonen. En dat heeft dan weer tot gevolg dat die ziektebeelden vaak iets complexer zijn. Hoe gaan we nu die chromosoommutaties detecteren? Daarvoor gaan we gebruik maken van het karyogram, de karyotypering dus, en fluorescent in situ hybridization, oftewel FISH. Waar karyotypering onderzoekers in staat stelt om het aantal en die structuur van de chromosomen visueel te inspecteren, gaat FISH ons in staat stellen om specifieke DNA-sequenties te gaan lokaliseren binnen een chromosoom. Dan kunnen we gaan kijken, is iets verdubbeld of is iets verdwenen? En op die manier kunnen we natuurlijk die chromosoommutaties in kaart brengen. De belangrijkste chromosoommutaties zijn de deletie, de duplicatie, de inversie en de translocatie. En we gaan ze gewoon eens één per één bekijken. De eerste chromosoommutatie, een deletie, is het ontbreken van een stuk van een chromosoom. Dit kan leiden tot verlies van essentiële genen en natuurlijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Een mooi voorbeeldje hiervan is het Kreduchat-syndroom, waar een stukje van chromosoom 5 ontbreekt en verloren gaat. Een genetische mutatie die ongeveer 1 op de 50.000 pasgeboren kindjes gaat treffen. En die naam Kreduchat die komt van het Franse woord voor kattenkrijt. En dat verwijst naar de typische huilgeluidjes die die pasgeboren babytjes gaan maken. Door een vernauwing van die larynx gaat het dus klinken alsof het kleine katjes zijn die aan het huilen zijn. En naast die karakteristieke huilgeluiden gaan die kinderen met zo'n Kreduchat-syndroom nog een hoop andere symptomen vertonen, zoals bijvoorbeeld een klein hoofdje, afgerond gezicht, wijd uit elkaar staande ogen en helaas een vertraagde motorische ontwikkeling. Een tweede DNA-mutatie, chromosoommutatie, zijn de inversies. Bij een inversie gaat een stukje van het chromosoom breken, gaat omdraaien en gaat opnieuw ingebouwd worden in hetzelfde chromosoom. Bij een inversie gaat er geen genetisch materiaal verloren, dus gaan meestal ook de ziektebeelden redelijk beperkt zijn. Het enige wat we hebben is als die breekpunten van die chromosomen net in essentiële genen zitten, dan gaat er één of twee genen getroffen kunnen worden met de nodige complicaties als volgt. Nu, er zijn niet veel bekende inversies, dus ik ga ook geen voorbeeldje hiervan geven, omdat ik ga jou iets heel moeilijks moeten aanleren dat toch niet heel vaak gaat voorkomen. En een derde voorbeeld van een chromosoommutatie is een duplicatie. Hierbij wordt een segment van een chromosoom meerdere keren gekopieerd en in hetzelfde chromosoom ingebouwd. Een heel mooi voorbeeld van een duplicatie is de duplicatie van het amylase-gen. Dat is een opmerkelijk voorbeeld van hoe genetische variatie zich kan aanpassen aan de voedingspatronen, de voedingsgewoontes en zo evolutie van een volledige soort kan gaan sturen. Het amylase-gen, ook wel AMI1 genoemd, dat gaat coderen voor een enzyme amylase. Dat ken je waarschijnlijk wel, want dat is het enzyme dat zetmeel in je mond gaat afbreken. Ook een klein beetje in je maag natuurlijk. Populaties met een zetmeelrijk dieet, die hebben vaak meerdere kopieën van dit AMI1-gen. Deze genverdubbeling verhoogt die productie van amylase, waardoor zetmeel efficiënter gaat verteerd kunnen worden. En meer zetmeel dat verteerd kan worden, is natuurlijk een evolutionair voordeel, omdat je gemakkelijker tot aan die suikers, tot aan die energie kan komen. En die energie die kan je dan weer gebruiken voor andere dingen te doen natuurlijk. En een laatste van de chromosoommutaties, dat is de translocatie. Hierbij gaat van één chromosoom een stukje afbreken en op een ander chromosoom ingebouwd worden. Dat gaat op zijn beurt leiden tot een foute genexpressie, een overexpressie of een onderexpressie en is vaak gepaard met vormen van kanker. Misschien het bekendste voorbeeldje hier is het Philadelphia-syndroom, oftewel anders gezegd het Philadelphia-chromosoom,
Een genetische afwijking die vaak geassocieerd wordt met chronische myeloïde leukemie. Het ontstaat door een translocatie tussen chromosoom 9 en chromosoom 22 en dat resulteert in een abnormaal kort chromosoom 22. Hierdoor ontstaat er een soort van fusiegen en dat gaat coderen voor een abnormaal tyrosine-kinase-enzym die de celgroei gaat stimuleren. Dat leidt tot de ongecontroleerde celdeling van witte bloedcellen en dat gaat natuurlijk het nodige ziektebeeld opleveren. De ziekte wordt meestal gediagnosticeerd via karyotypering gecombineerd met een FISH-analyse en gaat effectief behandeld kunnen worden met tyrosine-kinase-remmers. En hier nog eens een mooi overzichtje van de deletie, de inversie, de duplicatie en de translocatie, telkens met het bijhorende ziektebeeld, een voorbeeldje. Dat was het voor de chromosoommutaties. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Blijf hangen als je meer wilt weten over de genoommutaties. Dag!